Welkom weer terug bij de Survival. De vorige keer ben ik op verschillende manieren ingebroken in Mick's kasteel. En ik heb daar wat gekke dingen van Mick gehoord. Ik voel gewoon dat er een strijd aan zit te komen, dus ik moet beter worden. En daarom heb ik een supergoed idee voor vandaag. Ik wil namelijk hier zo in deze hoek een iron farm gaan maken. En toen de opnames uitstonden, heb ik al even alle spullen verzameld. En dit is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Ik heb waarschijnlijk iets meer dan nodig is in deze chest zitten. Maar het wordt echt een super vet farm, mensen. Dit kan mij gewoon 300 iron op gaan leveren in een uur. Dus dit wordt echt super gaaf. Er zullen wel een hele hoop iron golems voor moeten sterven. Maar ja, hey, dat is het wel waard. We moeten gewoon winnen als het erop aankomt. Dat is het belangrijkste. Ik ga dadelijk ook iets van 3 villagers nodig hebben. Ja, dat komt wel goed. Ik zat toen net ook nog even te kijken, jongens. Kijk dan eens even hoe ontzettend veel villagers hier zijn. Echt, ik kan gewoon de tel niet meer bijhouden. Kijk dan hoeveel. Hier zitten er al iets van 5. Ze kunnen niet eens maar normaal door de deuren zoveel zitten er hier. En hier is dan weer letterlijk helemaal niemand. Echt, ik snap er niks van. Maar goed, het zijn in ieder geval heel erg veel villagers hier zo. En ik ben ook echt blij dat ik hier de deuren eruit heb gehaald. Want zo kunnen ze echt super makkelijk naar buiten lopen. Maar hé, ik ga gewoon even dat iron farm daar zo bouwen. Ik zat er net te denken van, ja, is het leuk om aan jullie te laten zien? Nou, vind ik niet. Het is gewoon een beetje langdradig. Dus ik ga een mooi timelapse voor jullie maken. En ik zal hem vast wel ergens een paar keer stopzetten. En dan leg ik even uit wat ik aan het doen ben. Het wordt super vet. Kijk vooral mee. Oké, mensen, zoals jullie kunnen zien heb ik zojuist het eerste gedeelte gemaakt. En nu komt er een leuk gedeelte aan wat ik even met jullie wil delen. En dat is namelijk het binnenbrengen van al de villagers. En die staan daar op dit moment allemaal binnen. Maar die moeten dus echt via deze rails daar zo inkomen. Ik heb er 3 nodig. En ja, laten we maar gewoon beginnen. Oké, ik heb hier al een prachtige minecart. En eens even kijken, hoe ga ik dit nou weer het beste doen? Ha, even kijken. Kan ik hier een minecart neerzetten? Nee, dat kan niet. Oké, dat is al probleem nummer 1. Ik wil dus eigenlijk proberen om hier gewoon een rails neer te zetten met een minecart en dan een villager gewoon erin te duwen. Hier, ga erin. Kom op. Ik moet eigenlijk die minecart in die villager duwen. Ik denk dat dat beter gaat. Kom op. Oké, ik ga even een bootje maken. Dit werkt gewoon veel te sloom. Oh nee, nu gaan er 2 in een bootje zitten. Dat is niet... Oh nee! Ah, dit was ook niet de bedoeling. Ah, rot golem ook. Verdorie. Oké, nummer 1 is hier. Oké, laten we eens kijken of dat rails die ik heb gemaakt een beetje werkt. Oh nee, hij staat er toch nog wel op. Ja, oké. Oké, goed zo. Kom, omhoog. Je moet omhoog. Gaat dit werken? Ik heb niet eens een zo'n powered rail ertussen zitten. Wacht. Kom op, zeg maar alsjeblieft dat dit gaat werken. Wacht, ik moet eventjes deze weghalen. Dan doe ik gewoon dit even voor de zekerheid zo. En dan moet het wel werken, toch? Kom op, als je nou hier eventjes overheen gaat zo. Heel goed. Nee. Doe het nou niet. Oh, nu gaat hij weer helemaal terug. Oh. Dit was niet de bedoeling. Blijf stilstaan. Oh, ik haat dit, mensen. Ik haat dit. Oh, nee. Nu is hij nu van de rails af ook. Oh. Kom op. Ga erop. Alsjeblieft. Ja, oké. Wacht, ik zet eventjes dit hier neer. Oké, mensen, ik hoop dat het zo wel gaat werken. Kom op. Doe het. Alsjeblieft. Kom op. Nee. De andere kant op. Oh, dit is zo'n chaos. Dit is zo'n ontzettende... Ga nou de goede kant op, joh. Oké, je moet alleen deze kant op. Dat is echt het enige wat je moet doen. Kom op. Ik moet ook niet via de verkeerde kanten weer tegenaan lopen of zo. Oh, jeetje, wat duurt het lang, zeg. Ik heb nu al spijt dat ik dit ga bouwen. Jullie zitten nu waarschijnlijk pas een minuut of 2 in de video of zo. Ik ben gewoon alweer goed 20 minuten bezig. Maar goed, maakt niet uit. Kom op. Ja, kom op. Nee. Waag het. Oké, als je het nu niet doet, dan eet ik echt mijn schoen op. Ik heb nog 1 stukje rails neergezet en dit moet het gewoon zijn. Kom op. Ja, en nu moet je gewoon even omhoog, meneer de villager. Het is niet moeilijk, oké. Je hoeft alleen maar hier omhoog. Ja, goed zo. Kom op. Ja, heel goed. He, eindelijk. Het werkt. Oké, top. Nou, dan mag jij eventjes hier zo uit dit minecartje. Oh nee, dan krijgen we het volgende probleem. Ik zie het al hoor. Weet je, ik hak zo dadelijk wel dat... minecarretje kapot. Dit hier, dames en heren, is nummer 2. Kom op, ga jij er ook maar even heen. Ja, top. Waarom kom je nou weer terug? Ik moet hem even goed aanzetten, denk ik hier. Ja, kom op. Dit moet je toch halen, ja? Heel goed. Eindelijk, hè? En dit hier is nummer 3. Let's go. Ga maar lekker met de minecart. Heel erg goed. Nee. Doe nou niet. Je gaat gewoon hier omhoog. En geen smoesjes meer. Kom op. Ja. Ja. Oké, hè? Volgens mij zitten ze er allemaal in. Kijk eens. Dat is alles wat ik wilde. Ik wilde helemaal niks anders dan dit. En jij gaat ook eventjes zo, hoppakee, eruit. Kijk, nou, dit is top. Eindelijk.
En dames en heren, de spawner is helemaal af. En ik kan jullie vertellen, dit levert enorm veel iron op. Ik heb namelijk al even in de chest gespiekt. Het werkt dus zo. De zombie maakt de villagers bang. En wie is degene die villagers beschermt? Inderdaad, de iron golem. En zodra de iron golem spant, komt hij zoals je ziet in de lava terecht en gaat hij dood. Waardoor er daarna weer een nieuwe komt. Ja, en zo gaat het dan eigenlijk de hele tijd door. En hebben we na, denk ik, een half uurtje dat het farm staat, al 46 iron. Ja, het is echt niet te geloven eigenlijk. En dit iron kan ik dadelijk ook weer gebruiken om allemaal tegen villagers te ruilen en meer emeralds te krijgen. Weet ik het allemaal, maar vooral ook door heel veel hoppers te maken. Want ik heb een ideetje hoe dat ik spullen van Mick en de pro uit hun gebouw kan sneaken. En dat is met heel veel hoppers. Ik wil gewoon een hele chest leeg roven. Over een tijdje dan. Maar er is vandaag nog iets wat ik wil bouwen. En we gaan straks kijken hoeveel iron er nou aan het einde van de video in zit. Ik ga hem nog een half uur aan laten staan. En in de tussentijd ga ik heel eventjes... Oh, wacht. Ik moet even wat iron pakken. Ik ga het nog niet aan jullie laten zien. Nou, ik kan je zeggen, dit was een klein gedeelte van de iron. En het is best veel zoals je kan zien. Oh, dit ding gaat ons rijk maken. Ojo. Maar ik wil vandaag een hele hoop gaan doen. Wat ik ook nog wil gaan doen is een automatisch farm maken voor eten. En ik denk dus dat ik een wortelfarm ervan wil maken. Ik heb toen straks trouwens ook nog even de muur wat groter gemaakt. Anders kwamen de iron golems de hele tijd op de muur terecht. Ik heb zoveel tijd in deze video gestoken. Het is niet normaal. En de video is nog niet eens afgelopen. Ik ga hier heel even naar mijn wortelfarm. Waar is mijn wortelfarm? Oh ja, hier zo. Oh, daar had ik al een deur inderdaad. Hoppakee. Die gaan we allemaal even pakken. Oh, mijn inventory zit zo vol, hè, mensen. Dat is niet te geloven. Hoppakee. Weet je, ik hak het gewoon allemaal even mee. Ik heb het niet meer nodig. Want ik ga dus een vol automatisch wortelfarm maken. Ik hoef niet eens dingen terug te planten. Zo automatisch wordt die. En daarvoor ga ik een villager al het werk laten doen, mensen. Ik ga eerst al eventjes hier nog een mooi blokje maken. Want dat ene gat in de muur moet nog dicht. En dit moet ik trouwens ook een keer nog vervangen. Dat ziet er ook nog niet helemaal uit zoals ik wil. Hoppakee. Maar ik heb zojuist een schepje gemaakt. En dat komt omdat ik denk ik hier zo een farm wil gaan maken. Het wordt niet een heel erg groot farm. Maar het wordt in ieder geval groot genoeg om een hele hoop gratis spullen te krijgen. Ik heb hier echt zo ontzettend veel zin in, mensen. Het is niet te geloven. Het enige jammer is dat ik net de rails alweer weg heb gehaald. Die zou ik eigenlijk nog best wel goed kunnen gebruiken. Maar goed, het maakt niet uit. Het komt helemaal goed. Laten we dit allemaal even weghakken zo. Hatsa. Nu ga ik dit hele gebied nog eventjes prachtig vlak maken. Kijk, dat ziet er alweer een stuk beter uit. Ik wil dit hier eigenlijk ook nog even weghakken. En dan plaats ik het er hier weer even lekker bij. En dat ga ik daar zo verderop ook even doen. Hoppakee, mensen. Het ziet er weer prachtig uit. Dit andere stuk vul ik een ander keertje nog wel op. Ik ga jullie even uitleggen hoe dat het farm gaat worden. Want dit gaat echt een ontzettend chill en handig farm worden om te hebben. Maar eerst ga ik heel eventjes wat spullen verzamelen. Maar dat bespaar ik jullie, want dat is gewoon hartstikke saai. Dit, dames en heren, is alles wat we nodig hebben. En ik zie dat ik nog één dingetje mis. En dat is één bucket of water. Oké, die ga ik even ergens stelen. Hoppakee, dat is genoeg. Yes. Oké, dan ga ik hier even een mooie infinite water source maken, zoals je dat prachtig noemt. Hoppakee, die is klaar. En ik heb hier al een klein gat gemaakt, zoals je kan zien. En we moeten even dit allemaal weghalen. En ik heb weer eventjes wat buckets nodig. Want we beginnen dit farm met het neerzetten van wat water. Hoppakee. We gaan vandaag twee van dit soort farms maken. Dus ik laat eventjes zien hoe dat ik de eerste maak. Want dit kan jij ook super goed gebruiken in je survival wereld. Het is niet eens zo heel erg moeilijk. We maken hier even overal vier van die farmland zo. Hoppakee. Zo. En dan moeten we dit eigenlijk gewoon even helemaal invullen. En dan denken jullie misschien van, Giel, waarom maak je hem precies deze grootte? Nou, kijk, dit wordt allemaal nat van dit waterblokje. Dat is zeg maar het maximale wat dit waterblokje kan raken. Dus ja, daarom doe ik dat op deze manier. Voor de mensen die het zich afvroegen. Wil je nou meer van dit soort quality content zien? Vergeet dan zeker niet even te abonneren. Want mensen, even. Ik steek zoveel werk in deze video's. Het is niet te geloven. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Wat wacht je op? Oké, stap 1 is klaar. Wat we nu
gaan doen is even kijken. Ja, hier moeten we een gat maken zo op deze manier. Helemaal top. En nu hebben we ook onze composter nodig volgens mij. Kijk, die hebben we hier. Ik heb van alles 2 aangezien we dadelijk nog echt veel meer moeten gaan uitbreiden. Hier moet de composter op. Hoppakee. Deze die moeten we even een mooi farmpje worden. Dan hebben we nog even een prachtig blok nodig voor hier zo bovenop. Oh, hier zo bovenop bedoel ik zo. Oh nee, en er is al een boer mensen. Nou, misschien is het alleen maar goed trouwens. Dan hoef ik er dadelijk geen meer in te zetten. En we hebben ook nog wat mooie torgers nodig. Hier, hoppakee. Dit is fantastisch. Zo, hoppa. Kijk eens. Licht in de tent. En wat we nu gaan doen. Ik heb even natuurlijk, zoals jullie net zagen, wat prachtig hout gehakt. En dat gaan we even niet hier neerzetten. Maar dat zetten we dadelijk hier zo tussen. Want hier moet namelijk een hele muur omheen. Ik vind het zo top dat die villager hierin loopt. Dit gaat heel veel werk schelen als je niet wegloopt hier zo. Oké, en dan zetten we hier al deze blokken neer zo. Ik ga hem even uitblokken zo. Jij mag niet naar buiten. Dat is niet de bedoeling, villager. Doe het niet. Oh, ik denk dat ik dit hout dadelijk allemaal ga strippen. Ik weet niet of dat jullie weten wat het is, maar jullie gaan het zo zien. Het gaat er heel erg vet uitzien. Oké, we plaatsen dit nog even helemaal dicht zo. Hoppakee, hoppa, hoppa, hoppa. En ik heb nog mijn hout nodig. Ik had het kunnen weten. En hoppa. En wat we nu moeten hebben zijn wat slabs. Want die moeten er namelijk helemaal bovenop. En dat is zodat er met geen enkele mogelijkheid een mob in kan komen. Want stel een mob krijgt een slag van een of andere mob. Dan zou die nog wel eens hierin kunnen komen en onze villager kunnen killen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want deze villager die moet gewoon hartstikke levend blijven. Kijk, dan maken we hier even een prachtige muur omheen zo. Ja, ja. En deze villager, dames en heren. Ik ga dadelijk al het werk voor ons doen als hij niet ontsnapt. Oké, weet je, jij wordt het niet. Ik ben niet meer blij met jou, villager. Oké, en nu gaan we dit dus allemaal zo maken. Want ja, dit ziet er veel beter uit. Kijk dan. Oh, dit wordt nog een vet farm ook. Hij hoeft eigenlijk niet eens mooi te zijn. Maar ja, ik wil het toch een beetje proberen. En wat zouden jullie ervan vinden als ik hier nog een vette kasteeltoren omheen bouw? Daar zat ik toen net aan te denken. Dat zou toch ziek zijn? Laat het weten in de reacties, mensen. Misschien doe ik het wel. Als jullie trouwens nog meer leuke ideeën hebben wat ik allemaal voor automatische farms moet maken, laat het dan ook zeker weten. Ik lees namelijk alle reacties. Een hele hoop dingen die hier staan hebben jullie ook bedacht. Dus bedankt daarvoor. Ik heb hier ook nog even voor gezorgd dat ik hier een pad van 2x2 heb. Dat ziet er toch weer even een stuk beter uit. Oh, en hier ga ik gewoon een heel pad omheen maken. Dat gaat er ook wel vet uitzien, denk ik. En hier maak ik trouwens nog even geen pad. Want hier komt dadelijk dus dadelijk nog zo'n bak. Want we gaan 2 farms maken. Hier gaan we het systeem maken waar alles dadelijk terecht komt. En daarvoor hebben we een chest nodig. Die zetten we hier neer. En met daarbovenop een hopper natuurlijk. En dan zetten we hier een stukje rails op. Hoppakee. En wat we dan nog moeten doen is even... Oh, ik moet zo'n hopper minecart hebben. Waar staat die? Oh, kijk hier. Ik heb er alleen top. Die zetten we hier op. Dan slopen we eventjes de rails eronder. Zo, ja. En dan zetten we hier zo een trapdoor neer. Jullie gaan er zo allemaal achter komen wat dit allemaal gaat doen. Wacht maar af. We gaan ook nog even hier zo een slab neerzetten. Dat is niet nodig, maar dat kan wel. Het ziet er gewoon vetter uit. En ja, meneer de villager, ik weet het. Je kan niet meer in je farm, hè. Weet je, ik maak wel even een trappetje voor je zo. Kijk. Hoppakee, nu kun je erbij. Kom maar. Ja, hier kun je erin. Meneer, je kan nou weer in je farm, hè. Weet je dat? Kom maar. Nou ja, ik zie wel wat hij doet. Ik ga je niet meer helpen. Je had er maar in moeten blijven. En ik heb hier even een klein trappetje gemaakt, want die gaan we ook nog nodig hebben dadelijk. Alleen vind ik dit er echt niet mooi uitzien en wil ik natuurlijk een prachtig farm maken. Dus ik ga dit er even mooier uit laten zien. Wat we nu moeten doen is hier even een blok neerzetten en we moeten hier ook even 2 blokken neerzetten zo. En wat we nu gaan doen is gewoon even simpel met dirt eventjes zoiets maken. Want hier moeten we dadelijk ook een villager inzetten. Hoppakee. En dat doen we zo ook even. En dan ook even aan de andere kant. Ja, helemaal top. En dan maken we hier ook nog even een klein muurtje. En dan maak ik hier ook even een klein gat erin. Want we moeten dadelijk dus met de boot hier doorheen. En hopelijk rent hij in één keer hierheen. Want hier moet hij dus komen te staan. En mensen, we hebben er één hoor. We gaan hem gewoon eventjes hier zo inpleuren. Kom op. Ja, 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 ja. Oh, fantastisch, villager. Wat werk jij toch goed mee, zeg. Dan doen we even zo. Dan blokken we dit eventjes dicht, zodat hij er niet uit kan. Dan slopen we eventjes de boot. Kom op, kom op, kom op. Ja, heel goed. En, oh, hij gaat er meteen in. Oké, dit is top. Dit is precies waar ik op gehoopt had. De volgende stap nu is om dit helemaal weg te hakken hier zo. Dit hebben we namelijk niet meer nodig. En wat we nu gaan doen is eigenlijk het leukste, want we gaan ervoor zorgen dat dit
farm helemaal automatisch wordt. En Giel, ga je dat doen? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Het is namelijk helemaal niet zo heel erg moeilijk. Alles komt dadelijk hier dus zo in deze chest terecht, als het goed is. Ik hoop ook echt dat het werkt, want ik heb dit farm nog nooit eerder gebouwd. Oké, deze zit hier lekker vast. Heel goed, blijf maar lekker zitten jij. Wat er dadelijk gaat gebeuren? Deze villager gaat een volle inventory hebben. En wat doen villagers dan? Ze gooien het naar een andere villager. Dus hij gooit het naar deze toe en deze heeft dan ook een volle inventory. Of nee, het komt in die minehopper terecht volgens mij. In die minecart hopper, ja. Ja, zo gaat het inderdaad. Wat ik nu wil doen eigenlijk is hier een aardappelveld van maken. Ik heb toen net nog even wat meer aardappels gekocht bij de villagers daar zo. En ik kan jullie vertellen, mijn emeralds gaan er best wel snel doorheen. Maar goed, dadelijk krijg ik ze er ook weer super snel bij. Dus het is denk ik de investering wel waard. Oké, ik stop even wat dingen die ik niet meer nodig heb hier zo in. En de wortels die zijn dadelijk voor het andere farm. Maar hier ga ik denk ik een aardappelfarm van maken. En hoe dat ik dat ga doen is letterlijk gewoon het farm planten natuurlijk. En deze moeten we even terug veranderen zo. Kijk eens. En dan... Oh, nee, ik moet het niet eten. Dit is echt om te planten, Giel. We kunnen straks genoeg eten. Ik hoef oprecht nooit meer te stressen om eten wanneer ik dit farm af heb. Het is echt geweldig. Oké, let's go. Dan plaatsen we dit even helemaal vol zo. Hoppakee. Oh, dat gaat verkeerd. En dan plaatsen we even nog een aantal aardappeltjes hier zo. Hoppakee. Ik denk dat ik er dadelijk zelfs nog meer nodig heb. Want wat deze villager nu gaat doen is al de aardappels voor zichzelf houden. En dat willen we niet, hè? Nee, want jij moet voor mij dingen gaan farmen en niet andersom. Dus we willen dat jouw inventory helemaal vol komt. En dat doen we door al deze aardappels neer te leggen. En dan kan die ook gelijk vooruit. Kijk, nu heeft hij er bijvoorbeeld te veel opgepakt. En hij gooit ze dadelijk hier zo in deze hopper. En dat is precies wat we willen. Maar wat we nu gaan doen is precies ditzelfde farm maken aan de andere kant daar zo. En dat ga ik niet helemaal zoals deze filmen. Ik zou zeggen, we maken er gewoon een lekkere timelapse van. Oké, dames en heren, dit farm is ook af. Er moet dadelijk alleen nog even een mooi pad omheen. Maar dat is niet het enige, want deze villager moet natuurlijk ook hier zo naar binnen. Ja, dat lukt. Oké, top. Hoppakee, dan ga ik dit eventjes mooi dichtbouwen zo. Zo. En dan ga ik dit eventjes mooi weer maken zoals het was. Kijk eens aan. Hij is hier, maar meneer, word jij ook nog een boer vandaag? Of gaat dat niet meer lukken? Kom op. Je bent er bijna. Je moet even hier tegenaan staan. Ik help je wel weer even een handje, hoor, als het zo moet, hè. Ik denk trouwens dat ik dit ding gewoon even opnieuw moet plaatsen. Dat zou goed kunnen. Oh, nee. Oh, ja. Oké, dit is goed. En dan hak ik even dit weg. Zo, dan zet ik hem neer. En oké, het is een boer. Let's go. Het is gelukt. Plaats ik eventjes dit weer terug. Dan zet ik hier weer even een mooi worteltje neer. Zo. Kijk eens even. Oh, het kan gaan beginnen, dames en heren. Ik heb alleen nog even wat meer wortels nodig, zie ik. Want ook deze villager moet ik natuurlijk heel eventjes wat wortels geven voor in zijn inventory. Eens even kijken. Zo. En die heb ik hier inderdaad. Hartstikke top. En volgens mij is dat letterlijk echt alles wat ik moet doen. Zo en dan zo. En dan... Hé, meneer de villager, kom eens. Ik heb hier een hele mooie wortels voor jou. Kijk eens even. Oh, pak ze maar op. Dan kun je gaan beginnen met farmen. En word ik stinkend rijk. Hoop ik. Kijk, deze villager is al lekker bezig. Maar de vraag is, zit er al wat in de aardappelkist? Wat? Dit meen je niet. Ik wist niet dat dit zo snel zou gaan. Ik dacht nog van... Ik had misschien al die dingen van het farm even moeten bonemealen of zo. Dat ze super snel gingen. Maar oké, dit zag ik echt niet aankomen, want ik ben nu een half uurtje bezig of zo met dit farm. Met een tweede dan. En in een half uur heeft hij gewoon al... Dit is echt niet normaal. Gewoon bijna anderhalve stack. En hier heb ik ook nog twee. Dit is echt ziek, mensen. Jullie beseffen nog niet hoeveel geld dit ons gaat opleveren. Dit is echt niet normaal. Ik ga hier trouwens ook nog eventjes een stukje opvullen, want hier moet nog een stuk pad komen. Want dat is wel zo mooi natuurlijk. Als hier een heel mooi pad omheen zit. Kijk eens even. Oh, kijk eens even. Dit gaat er prachtig mooi uitzien. En dit sluit dadelijk ook weer even prachtig mooi aan bij het andere pad. Kijk eens even. Dit wordt toch mooi? Ik geniet hiervan, dames en heren. Ik kan er niks anders van maken. Kijk eens. Prachtig pad. Loopt hier helemaal door. Oh, dit wordt vet. Oh, wacht eens. Ik heb hier volgens mij ook nog ergens wat glas. Ik heb het gewoon in mijn inventory. En wat nog vetter is, is als ik hier eventjes het middelste eruit haal zo. Even iets van 3 blokjes of zo. Om mee te beginnen. Kijk. En dan zet ik hier even wat mooi glas. En dat haal ik dan hier ook even weg. En ik hoop, mensen, dat dit er heel erg vet uit gaat zien. Oh ja. Ja, dit is vet. Je kan gewoon de farmers zien nu door het glas heen. Dit is echt heel erg dik bedacht, al zeg ik het zelf. Hoppakee. Kijk dan. Ja, dit is vet hoor. Hier kan ik wel aan wennen. En dat gaan we ook meteen even doen aan deze kant. Weet je, nu zijn we toch bezig. Nu gaan we het helemaal goed doen ook gelijk. Hoppakee. En dan doen we het hier nog even aan de andere kant. Aan de achterkant bedoel ik. En ik ga het hier ook gelijk even overal fixen.
En mensen, het is helemaal klaar. We hebben vandaag een prachtig Iron Golem Farm gemaakt. Of nou ja, prachtig. Ik vind hem er nog niet heel erg prachtig uitzien. Maar wat we vandaag ook hebben gedaan, is natuurlijk dit farm. En hier ben ik zo ontzettend blij mee, dames en heren. Het werkt ook echt als een tierenlier. Hebben we ook al wat wortels? Oké, ik denk trouwens dat de wortels die ik erin heb gegooid, dat ze die ook al voor een gedeelte erin hebben gedaan, hoor. Dat het ook hiermee is. Ik verwacht dat wel, eerlijk gezegd. Dus misschien werkt het iets minder sloom als ik dacht. Maar oké, het is in ieder geval goed dat het werkt. Daar ben ik ook al super duper blij mee. En nu dit farm af is, ga ik jullie ook even laten zien hoeveel armen erin zit. Ik heb ook al een hele tijd niet meer gekeken. Ik ben super benieuwd. Let's go. En oké, mensen, we hebben dit uitgespeeld. Dit is echt insane. Kijk dan hoeveel iron. Nou mensen, ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Moet ik nou vaker dingen bouwen? Laat het ook even weten. Klik hier als je wilt zien waar Mick mee bezig is. En klik natuurlijk ook even hier als je wilt zien waar de noobspeler mee bezig is. Want ik heb geen idee waar die is. Ik ben hem kwijt. En binnenkort hebben we een strijd. Dus laat me even weten waar die is, oké? Ik ben super benieuwd. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.